Goed. Nou, gaan we beginnen. Hoofdstuk 11. Hoofdstuk 11. En zoals altijd beginnen we met een vraag te ontbreken. Het is eigenlijk niet zo'n vraag, het is meer een statement. Ik ben geen huichelaar. Ja, dit heb ik niet zelf verzonnen hoor. Dit krijg ik echt te horen. Dit is van de, zeg maar, van de notebook van de rabbijn. Als je iemand vraagt: waarom kom je niet zo vaak naar shul? Dan is een antwoord die ik gekregen heb: ja, ik kom niet zo vaak naar shul, maar wanneer ik daar kom, valt het me op dat ik veel bekenden tegenkom, sorry. Mensen die ik ken uit de casino of andere plekken die ik liever niet noem. En diezelfde mensen kom je dan weer in school tegen en daar staan ze met net zoveel enthousiasme en overtuiging een ding te doen. En wat deze persoon zei: jij, voor mij ruikt het naar hypocrisie. Hij zei: wat stelt het nou voor? Je komt naar school om je spirituele voeding op te doen. Je komt naar school om een geestelijke ervaring te hebben. Maar het blijkt weinig invloed. Of het is één keer per jaar, of het is één keer per maand, of het is één keer per week. Dat je naar school komt en de rest van de week, de rest van het jaar, de rest van de tijd, ben je in andere plaatsen te vinden waar die niet overeenstemmig zijn met het idee van een morele leven te leiden, ja, met wat schoolbezoek eigenlijk dient voor te stellen en dient te promoten. Dus in hoeverre, welke waarde kunnen we hechten aan zo'n schoolbezoek? En hetzelfde kan je ook zeggen over allerlei activiteiten, allerlei religieuze activiteiten. Mensen die in hun dagelijkse leven lijken niet echt volgens het boekje te leven. Toch houden ze dat boekje hoog in het vaandel. En daar vraag je zich af, wat voor waarde heeft dat? Op zich een terechte punt, of niet? Ja, u knikt ja. Oké, dus wat zegt Tanja in hoofdstuk 11 hierover? In hoofdstuk 10 hebben we gesproken over de twee categorieën van de tzaddik. Dan moet ook erbij gezegd worden: twee is niet twee en niet meer. Twee zijn twee hoofdcategorieën. En dan in ieder van die categorieën, de tzaddik gamur, de volledige tzaddik, en de tzaddik sheino gamur, heb je talloze variaties, zoals Tanya dat zelf aangeeft. In hoeverre is men, in hoeverre heb je dat? Ja, de tzaddik verraadloos, zoals Tanya dat beschreven heeft. De tzaddik die heeft in zich nog de neiging tot het kwade, maar hij bedwingt het. Dus de raadloos, het slecht, is bij hem bedwongen. Daar zijn allerlei gradaties bij te bedenken. In hoeverre is het aanwezig? In hoeverre
is, heeft hij het in bedwang. In deze hoofdstuk, in hoofdstuk 11, gaat Tanya in op de verschillende categorieën van de Rasha. En Tanya begint, de hoofdstuk begint met de woorden eigenlijk Zelu Umadze, net zoals aan het begin van hoofdstuk 6 hebben we gehad, die precies dezelfde uitdrukking, de een tegenover de ander. Dat wat wij in de in heiligheid zien, daar tegenover hetzelfde zien we als Tanya beschrijft de samenstelling van de Neshama. Dus eerst beschrijft hij de samenstelling van de Nefesh HaElokit, van de goddelijke ziel. En Zelu Matze, een vergelijkbare samenstelling, eigenlijk een weerspiegeling daarvan, heb je in de Sitra Achara, in de andere kant, bij de dierlijke ziel. En hetzelfde is dus over de Tzadik. Je hebt de Tzadik, je hebt de Tzadik en de Rasha. Je hebt de twee categorieën in de Tzadik. En hetzelfde heb je twee categorieën in de Rasha. En de ene staat tegenover de ander. Je hebt een Rasha Gamur, een Tzadik Gamur. Daartegenover heb je de Rasha Gamur. Een Rasha Gamur is, sorry, een Tzadik Gamur is een volledig rechtvaardig mens. En daar geldt ook de beschrijving Tzadik Vitovlo. Dat is een rechtvaardige die voorspoed ziet. Daartegenover heb je de Rasha Gamur. Een mens die volledig beheerst is door het slechte. En dat betekent dus, en die woord is ook genoemd, een Rasha Veralo, dus een mens waar geen goed te zien is. Niet dat er geen goed is. Ja, en helemaal aan het einde van de hoofdstuk brengt Tanya wel deze nuance, dat er is geen mens die geen goed heeft. Er is altijd goed, maar het is niet actief. Het is niet te zien. Dus wat je ziet in zo'n Rasha, in Rasha Gamur, in een volledige Rasha, in een Rasha die volledig de titel Rasha verdient, is Rasha Veralo, je ziet alleen slecht in hem. Je ziet geen goed in hem. De goed die er is, is buiten onze waarnemingsvermogen. Dan heb je de Tzadik Sheino Gamur, een onvolledig rechtvaardig mens, die wordt dus genoemd de Tzadik Veralo, een rechtvaardig mens aan wie het slecht onderworpen is. Dus de slecht is aanwezig, maar het is onderworpen aan de goedheid van de Tzadik. Daartegenover heb je een Rasha Sheino Gamur, een mens die niet volledig beheerst is door het slecht. En sorry, dit is een drukfout. Hier moet niet staan Rasha Veralo. Dus rechts onder. Voor mij. Rechts onder moet niet staan Rasha Veralo. Maar moet staan Rasha Vetovlo. Is een slecht mens waar goed in te zien is. Je ziet dat er ook goed in hem zich bevindt. En hoe die goedheid zich manifesteert, daar gaat het gesprek over inderdaad, van wat is nou de, wat is, waar zien we het onderscheid tussen de Rasha Gamur en de Rasha Sheino Gamur? Wat is nou überhaupt de definitie van de Rasha? Dus we zullen zo een stukje van de tekst van Tanya lezen. Maar de Rasha is iemand waarin de dierlijke ziel zegeviert in de strijd om heerschappij over het lichaam. In hoofdstuk 9 heeft Tanya het speelveld van de
de worsteling tussen de zielen uitgebeeld met de mashal, de parabel van twee koningen die over een stad strijden. Ieder wil de heerschappij over de stad winnen. Zo is de Nefesh Elokit, de goddelijke ziel, die strijdt om de heerschappij over de stad, dat is het lichaam, te winnen. En de Nefesh Bahamit, de dierlijke ziel, die wil juist de heerschappij over de stad, over het lichaam winnen. Heerschappij betekent niet volledig en uitsluitend zeggenschap. Als we dat voorbeeld van de stad waar twee koningen over strijden, als we dat voorbeeld even verder nemen, dus als een van de partijen erin slaagt om de loyaliteit van een klein wijkje of een straat in de stad te winnen, is dat een, kan je al zegen vieren? Is het al een overwinning? Het feit dat er een deel van de stad zijn loyaliteit aan één van de twee geeft, is een overwinning voor degene die de loyaliteit gewonnen heeft. Het zal ook een nederlaag zijn voor de andere partij. Maar het ligt eraan, je hebt de omvang qua oppervlakte. Hoe groot is het gebied? Het aantal bewoners. Is het een dicht bevolkt gebied? Of is het een verspreid bevolkt gebied? En wat is de strategische ligging van dit gebied? Dat zijn allemaal factoren die de waarde van deze overwinning zullen bepalen. Is het een grote overwinning? Of is het een onbelangrijke overwinning? Dat hangt ervan af. Hoe groot is het gebied? Hoe dicht bevolkt is het gebied? En hoe strategisch is de ligging van dat gebied. Datzelfde kan ook gezegd worden van de strijd tussen de twee zielen over het lichaam. En dan is er ik heb daar toch een beetje moeite mee, want in principe, ja, wat hebben wij nog te zeggen? Alles is toch bezeerd? Hoe kan je dan over een slechte ziel en een goede ziel praten? Oké, nou, goed punt. Dat is in de bespreking van de Benoni komt het idee van de vrije wil uitgebreid aan de orde. Alles is bescheerd. Maar dat neemt niet weg de vrije wil. Zeker om even een Talmudische citaat te gebruiken. Hakol bidei shamayim, chutz miyirat shamayim. Dat alles is in de handen van Kadosh Baruch Hu, met uitzondering. Wat Hashem aan ons overlaat is in hoever wij zich met hem rekening willen houden. Hoeveel Yirat Shamayim, hoeveel wij het ontzag en de respect voor HaKadosh Baruch Hu zullen beoefenen, dat laat Hashem aan ons over. Dus dat is punt 1.
Sowieso, we spreken ook niet over een goede ziel en een slechte ziel. We spreken het over de goddelijke ziel en de dierlijke ziel, die, zoals een paar keer benadrukt, is niet een slechte, het is de andere. Het is, de goddelijke ziel is gewijd aan Kiddusha, aan heiligheid, is gefocust en gericht aan het dienen van HaKadosh Baruch Hu, vandaar dat het ook een goddelijke ziel genoemd wordt. De dierlijke ziel is gefocust op zichzelf, is gefocust op overleving en op zelfvoldoening en over zelfgenoegen. Dus niet gefocust op het goddelijke, maar gefocust op zichzelf, wat niet direct slecht is. Wanneer we hier spreken over de Rasha, dan heb je het over een situatie waar, en dat was in hoofdstuk 10, waar hebben we die term ook een paar keer gezien over de gewaden, de levushim, niet de ziel zelf, maar dat trouwens, even voordat we dat de dierlijke ziel niet een slechte ziel is, dat hebben we ook in hoofdstuk 9, in het einde van hoofdstuk 9, werd dat ook nog een keer benadrukt, dat de dierlijke ziel kan niet als een slechte gezien worden, want die doet haar taak. Het is de taak, Hashem heeft de taak aan de dierlijke ziel gegeven om om een alternatief, als het ware, te creëren. Er is, als een mens alleen maar met een goddelijke ziel in de wereld was, dan was er ook geen alternatief. Was er maar één richting om Kadosh Baruch te dienen, en dat is wat een engel is. De taak dat Hashem aan een mens geeft, is dat je hebt een goddelijke ziel en een dierlijke ziel. En daarmee is de dierlijke ziel dus niet, niet iets des duivels, om maar een onjoods woord te gebruiken. Want de dierlijke ziel is ook de wil van Hashem aan het uitvoeren. En de innerlijke wil van de dierlijke ziel is in feite dat de mens hem weet te bedwingen. De innerlijke, de hoop van de dierlijke ziel is dat hij niet, hij doet zijn taak met vol overtuiging, maar zijn innerlijke wens is dat de mens niet in zijn val trapt. Dat de mens weet te overmeesteren die verleidingen dat de dierlijke ziel met zich meebrengt. Dus het is niet zo een strijd tussen de krachten van het goede en de krachten van het kwade. Alleen op het moment dat de mens faalt, tussen aanhalingstekens, op het moment dat de mens gebied weggeeft, dat de mens zich laat overmeesteren door de dierlijke ziel, dat is het moment, dan is het fout gegaan. Dat is het moment dat je het woord slecht gebruikt. Het moment dat je afdaalt, afvalt van het dienen van Hashem en zich laat meeslepen en zich laat verleiden in het materialistische, dat is het moment dat er sprake is van een verkeerde beweging. De keuzevrijheid, die is er. De keuzevrijheid is of je blijft focussen op de taak waarvoor de ziel, de mens geschapen is en dat de ziel op aarde is gekomen om Hashem te dienen, of je zich laat verleiden door het
door de dagelijkse beslommeringen. En wanneer de dierlijke ziel erin slaagt om de persoon af te leiden van zijn dienst van Hashem en te verzinken, om maar die term te gebruiken, om te verzinken in het materiële, dat is het moment dat is een overwinning voor de dierlijke ziel en dus een nederlaag voor de goddelijke ziel. En zoals gezegd, daar kunnen verschillende gradaties zijn en variaties zijn in hoever deze overwinning / nederlaag van effect is. Ja, soms is het een kleine infiltratie. Ja, ik hoop dat ik hiermee de vraag geadresseerd heb, voldoende geadresseerd heb. We gaan even verder. Dus dat kan gezien worden als infiltraties. En bij de Rasha Sheino Gamur, iemand die niet als volledig een Rasha beschreven wordt, dan zijn de infiltraties, ja, van klein in omvang en dus ook klein in hun effect. Ja. Het raakt slechts de buitenrand van de karakter van de mens. Het is niet dat de mens is helemaal verzonken in materialisme. En het is ook maar voor een kleine periode. Toch zijn het infiltraties. En daarom wordt hij dus een rasha genoemd. Ik haal even de tekst van Tanya tevoorschijn. Hier. Zemit chalek gamkein lerivevot madrigot chalukot binyan kamut ve'echut habitul ve'kfifut hatov lara chas v'shalom. Dit, deze rang van de rasha, wordt in talloze gradaties onderverdeeld, onderling verschillend in hoeveelheid. Een hoeveelheid en een kwaliteit van de annulering en de onderworpenheid van het goede aan de slechte. God verhoede. Yesh misha kvifa wa bitul etzlo ma'at mize'er. Waaf kam zot. Eino bitmidut. Velo tadir leprakim krovim. Er kan iemand zijn bij wie het buigen voor en de onderworpenheid aan het slechte minimaal is en zelfs niet permanent. Ofwel regelmatig, maar met kleine tussenpozen. Dus af en toe glipt hij daardoor. Ella, leitim rechokim mitgaber harav al hatov vekovesh et ha'ir haktana hu haguf. Ach lo kulo. Ela mikzato levad, sheyesar lemashmato, venasa lo merkava ulevush. Toch het kwaad overheerst heel af en toe het goede en verovert dan de kleine stad, tussen aanhalingstekens, dat is dus het lichaam, niet helemaal, slechts een deel ervan. Het kwaad onderwerpt haar dan aan zijn discipline en maakt er een vervoermiddel van van een gewaad, sorry, volgens mij is die een extra, een vervoermiddel van een gewaad, om daarin een van de drie bovengenoemde gewaden te kleden. De heino, obma asele waad lasot avirot kalot velo chamurot chas v'shalom. O bedibur levad, ledaber avak lashon hara veleitzavnut kagavna, o bemachshava levad. Namelijk, of één in daad alleen, door kleine overtredingen te begaan,
maar geen grote. Of twee, alleen een spraak door iets te zeggen wat grenst aan kwaadspreken of spotten of iets dergelijks. Of drie, alleen een gedachte door iets zondigs te denken. Ja, dus Tanja verwijst naar de drie gewaden, dat wanneer de Rasha, bij de Rasha komt het voor dat, dat af en toe, zoals, zelfs als het af en toe is, en niet alleen is het af en toe, ook dus qua frequentie is het niet erg frequent. En ook qua zwaarte, de kwantiteit van de infiltratie is ook minimaal. Het beheerst, ja, het kwaad beheerst voor een klein momentje één van de drie gewaden. Of het is inderdaad, maar dan niet ernstige daden, kleine overtredingen, of het is een spraak, en ook een spraak, ja, we kennen veel halachot over welke over kwaadsprekerij en over roddelen en dergelijke. Daar zijn ook zware overtredingen. En er zijn wat je noemt, je noemt een witte leugen, die toch een leugen is, maar niet zo erg, niet als erg gezien wordt. Of zelfs een gedachte. Maar, en dan is het dus belangrijk door te blijven doordenken. Dus je blijft in het gedachte van de dierlijke ziel, blijf je doordenken om je blijft daaraan doordenken waarmee de capaciteiten je activiteiten zijn niet in plaats van doordrongen te zijn met je dienst van Hashem, zijn ze op dat moment doordrongen door iets wat negatief is. Iets dat je afleidt van je avodat Hashem. En wanneer iemand... Maar het is toch door Hashem geschapen? Ik snap die contradictie niet goed. Oké. Misschien... zoals ik zei, in het einde van hoofdstuk 9 wordt precies die precies dit punt aangekaart. Hoe zelfs de vraag is, wat is je focus? Is je focus om Hashem te dienen? Of is je focus niet? Is je focus iets anders? Ja? Vandaar de term Sitra Achra, de andere kant. Niet het tegenover, dat wil zeggen, niet het, hoeft niet per se een vijandige kant te zijn, maar het is, het is anders. Het, is, het leidt je af van je focus om Hashem te dienen en het leidt je naar een andere kant. Wanneer iemand voor zichzelf zorgt, om gezond te blijven. Iemand voor zichzelf zorgt om lekker te eten. En die voorbeelden werden ook gebracht in eerdere hoofdstukken. Een goede humeur te hebben. En van een goede mop te kunnen genieten. Van leuke entertainment te hebben. Wanneer dat gefocust is, ja, wanneer dat gestroomlijnd wordt, om daarmee meer relaxed in het leven te zitten en een rustige hoofd te hebben om
Hashem te kunnen dienen, dan is dat ook een deel van je dienst van Hashem. Aan de andere kant, wanneer datzelfde, diezelfde bezigheden gebruikt worden, niet om je te helpen om Hashem te dienen, maar je daarvan af te leiden, wanneer dat eten wordt een doel op zich en niet een doel om goed te voelen en gezond te zijn, om daarmee het belangrijke in je leven te kunnen verrichten. Wanneer de entertainment niet als een moment van relaxen is, maar dat wordt je bezigheid. En in plaats van de verfrissing te geven om met een frisse met frisse verfriste krachten opnieuw zich te gaan verdiepen in je leren bijvoorbeeld, maar je entertainment wordt een doel op zich en een verspilling van je tijd, daarmee is het een afleiding. En daarmee helpt het je niet in je dienst van Hashem, maar dat stoort je in je dienst van Hashem. Dus het is diezelfde fenomenen en dezelfde schepselen die gebruikt kunnen worden, de ene richting of de andere richting. En de keuze, wat dat betreft, de keuze daarvan is aan de mens zelf. Wat ga je daarmee doen? Ga je het gebruiken en het benutten om Hashem te kunnen dienen? Of ga je dat juist, ga je zichzelf laten verleiden met dit soort dingen om minder tijd en minder energie te kunnen stoppen in je dienst van Hashem? Wanneer iemand zich laat verleiden, dat kan beschreven worden, dat is een overwinning voor de Sitra Achra, voor de andere kant. En dat is een moment, en dat is wat wij, wanneer wij de naam Rasha noemen. Nou, moeten we erbij zeggen, en dat kan niet vaak genoeg gezegd worden, dat in de terminologie van Tanya, als je spreekt over een Rasha, laat ik het anders zeggen, in de gangbare taal gebruik is de term voor Rasha, is iemand een slechterik, is iemand die veroordeeld moet worden, omdat het is een voorbeeld van het kwade. Tanya gebruikt hier hele andere maatstaven. Wanneer we zeggen dat iemand die zich laat verleiden door zijn nefesh ha-bahamit, door zijn dierlijke ziel, is een rasha, wil niet zeggen dat het is een afschuwelijke persoon. Dat is de status, dat als we het hebben over de status in de reine definities, zoals die in de strijd tussen de nefesh elokit en de nefesh bahamit, dus de goddelijke ziel ene kant en dierlijke ziel andere kant, zoals die moet gezien worden. Dus wat aan je hier zegt bij de rasha, sheino gamur, is iemand die af en toe, van tijd tot tijd, wordt zijn gedrag bedwongen onder de wordt zijn gedrag onderworpen aan de heerschappij van de dierlijke ziel en dus afgeleid van zijn dienst van Hashem. Er kan ook een situatie zijn, de beschrijving die we nu op de scherm zien, dat is een hele milde vorm. Hij zegt, er zijn talloze gradaties.
Dit is een relatief een milde vorm. Maar het gebeurt maar af en toe. En het gebeurt in hele kleine formaat, een kleine omvang. Er is een andere. Er kan ook zijn. En ook iemand die af en toe de verkeerde keuzes maakt, is acharkach goverbo hatov shebenefesh elokit umitcharet umavakesh mechila uslicha ma'ashem v'ashem yislach lo. Na de hand krijgt het goede dat in zijn goddelijke ziel is de overhand. Hij krijgt berouw en smeekt Hashem om vergiffenis en vergiffenis en vergeving en Hashem vergeeft hem. Want je hebt dus dat zeg ik dus dat de overwinning betekent niet een totale overwinning. Het is een kleine overwinning die direct daarna weer rechtgezet kan worden doordat de persoon berouw krijgt en vraagt om vergiffenis, krijgt ook vergiffenis daarvan. Een andere extreem, of de verdere extreme geval, beschrijft dan Yeshmi Shahara Goverbo Yoter. Umitlapshimbo Kol Shloshalavushim Shalara. Umachtio Bavirot Chamurot Yoter. Dan is er iemand bij wie het slechte meer overheerst. Bij wie alle drie gewaden van het kwaad zich in hem kleden. Waardoor ze hem aanzetten tot ernstige overtredingen. En ook vaker. Ja, dus zowel wat betreft de frequentie als de kwantiteit van hoe zwaar is het. Is ook, en wat is de omvang ervan? Dat kan veel zwaarder zijn. En als het veel zwaarder is, dan is de overwinning van de ene kant een veel grotere overwinning. En de nederlaag voor de andere kant is een veel grotere nederlaag. Toch is het een rasha sheino gamur. Is het niet een volledige rasha. Toch is het een rasha vetovlo. Is het een rasha waar goed in te zien is. Waarom? Want ach bentayim mitcharet. Uba'im lo hirhurei tshuva mibchinat hatov shebenafsho. Daartussenin. Dus een één nederlaag aan de andere nederlaag. Voelt hij spijt en krijgt hij gedachten van berouw. Die afkomstig zijn, waar komen dat gevoel van berouw? Die afkomstig zijn van het goede dat zich in zijn ziel bevindt. Ella, she'en lo hitgabrut kol kach lenatzeach et hara, lifrosh mechata'av legamri liyot mode ve'ozev. Hij heeft alleen niet voldoende kracht om het kwaad te overwinnen, om zich volledig van zijn zonden te ontdoen. Dus het feit, dat is dan weer de andere extreem. Af en toe toont hij berouw. Niet dat af en toe wordt hij verleid, maar af en toe toont hij berouw. Het feit dat er af en toe berouw getoond wordt, dat zegt, dat is een uiting van zijn goddelijke ziel. Dat is het goede in hem die op dat moment manifest is. En het feit dat het goede af en toe manifest kan zijn, betekent dat de overwinning van het kwade, de overwinning van de Sitra Achara, geen volledige overwinning is. Ja, ook als het gedrag door en door onderworpen is aan Sitra Achra, is het feit dat er berouw getoond wordt een bewijs dat Tovlo, dat is dus de Rashave Tovlo, er is goedheid in hem te zien. Nou zal men zich kunnen afvragen, wat heeft iemand aan zo'n berouw? Ja, als het weerhoudt de mens niet van het begaan van fouten, dan heb je toch er eigenlijk niks aan. Het doet denken aan een verhaal. Het was een keer, een jaar uitgaande Yom Kippur.
krijgt de Rav heel onverwacht bezoek van Jankele de Ganef. Jankele was bekend als de dief, maar hij was goed in zijn werk en hij werd nooit gepakt. Dus iedereen wist het, maar je kon daar niks aan doen. Hij komt bij de rabbijn op Motzei, uitgaande Yom Kippur. Wat komt hij? Hij was zo onder de indruk van de dienst en hij was zo genomen door, in het bijzonder door de drosje van de rabbijn. Hij heeft besloten dat hij gaat faillissement aanvragen. Hij komt naar de rabbijn met een grote koffer, vol met allerlei spullen. Hij zet het allemaal op tafel neer voor de rabbijn. Kijk, dit is de zilveren kandelaar die ik van de pompstok heb gestolen. Dit is de horloge dat ik, de klok dat ik van Cohen heb gestolen. En hij geeft het allemaal aan de rabbijn om het discreet terug te brengen naar de rechtmatige eigenaar. En hij trekt zich terug. Nou, de rabbijn is daar uiteraard van onder de indruk. En wenst hem een hele goede parnose in zijn nieuwe carrière. Dat het allemaal mogen slagen. En wenst hem een goed jaar. En op het moment dat Jankele het huis van de rabbijn verlaat, merkt de rabbijn, hey, waar is mijn horloge? Ik had net een horloge op mijn... dus hij rent die Jankele gelijk na. En hij zegt, Jankel, je hebt toch net besloten dat je een andere beroep... je hebt net zo mooi gesproken, je hebt zo mooi alles verwoord. En je stapt daar gewoon in, zegt de laatste rabbi. Tshuva, dat is tshuva, maar business is business. Ik kan wel tshuva doen, dat is fijn, maar mijn vak blijft mijn vak. Goed, dus dat is Jankele. Maar ook in dit verhaal is familie Pomstok en familie Cohen en degene die toch hun spullen teruggekregen hebben, is het niet minder waardevol dat ze hun spullen teruggekregen hebben, het feit dat Jankele de volgende dag, of dezelfde dag nog, zich toch met andere dingen bezighoudt. In de praktijk zien we, kijk, in de rechtspraak wordt ook rekening gehouden. In de rechtspraak wordt rekening gehouden met de vraag of iemand berouw toont. Als ook iemand is veroordeeld, maar die toont berouw, houdt men daar rekening mee? Waarom? Wat hebben we daaraan? Ja, je kan toch niet in de toekomst kijken? Je kan toch niet weten... en soms hoef je niet te ver in de toekomst te kijken. Je toont berouw, ook al is het oprechte berouw, is er geen garantie dat het je zal weerhouden van opnieuw dezelfde fouten te begaan. En dat neemt niet weg van de oprechtheid van het berouw op dat moment. Dus in verdere hoofdstukken van Tanja, in hoofdstuk 26, wordt dieper ingegaan op het verschil tussen een schuldgevoel en een gevoel van schaamte. Schaamte, en we komen hier meer uitgebreid op terug. Maar op dit moment willen we even op dit houden. Ja. Schaamte is eigenlijk... Schaamte is voor de bühne. Tenminste, zoals men dat meestal beschrijft. Wat is, ja, zoals men dat zegt... stelen is een zonde, maar gepakt worden is een doodzonde. Als je maar zorgt dat je niet gepakt wordt. Want dat is pas een schande. Als je gepakt wordt en
het is bekend voor ieder, dat is pas een schande. En wat leidt het ertoe? Dat leidt ertoe, oh, dus ik moet dan mijn schaamte verdekken, dus ga ik liegen. Of ga ik nog ergere dingen doen om te voorkomen dat het naar buiten komt. Dus het schaamte dient niet als een schaamte in die zin. Ja, je hebt ook een andere soort schaamte, dat je schaamt zich voor zichzelf. Dat is een andere soort schaamte, maar dat laten we even buiten deze bespreking. Schaamte om bekend te worden, zal je nooit, is geen goede middel om te weerhouden van fouten begaan. Een schuldgevoel daarentegen, een schuldgevoel kan gezien worden, een schuldgevoel voor de ziel is wat pijn is voor het lichaam. Pijn is niet prettig. Niemand wil pijn, niemand vindt het leuk om pijn te lijden. Maar we kunnen dankbaar zijn dat we pijn ervaren op het moment dat er een snee ergens in ons lichaam is. Want als we geen pijn zouden ervaren, dan zou je dat pas achterkomen als het bloed al vergoten is. En dan is het te laat. Pijn is eigenlijk een symptoom die als een waarschuwing dient dat er is iets veel ernstiger aan de hand in het lichaam. En door de pijn weet je dat je in moet grijpen en je moet daar iets aan doen. Een schuldgevoel is geen leuke gevoel. En een schuldgevoel, je moet je ook niet laten verzinken. Het kan ook depressief zijn en het kan ook negatieve effecten hebben. Net zoals pijn is iets negatiefs en heeft ook negatieve effecten. Maar het is ook een waarschuwing, het is ook een alarm die je erop wijst dat je moet iets doen. Er is iets diepers aan de hand. En dankzij deze waarschuwing heb je de kans om te handelen, om iets te doen, om dat te repareren. Dus komen we dus terug naar dus dat is de Rasha, de Tovlo. Of zoals Rishaim Meleim Charatot, en Rasha die vol zit met berouw. Ik moet dan ook denken, als kind kan je op Yom Kippur niet vasten, maar je krijgt een beetje een training. Soms is het dus in plaats van, dus je slaat ontbijt over en je gaat pas met de lunchtijd eten. Je hebt een langere tussenpoos tussen één maaltijd of één snack en de andere snack. En dan was dus een volwassen die zegt tegen een kind, heb je gevast vandaag? Zegt hij, nou, niet echt. Ik heb pas om 11 uur gegeten en dan pas om 3 uur gegeten. Zegt de volwassene tegen het kind. Dus eigenlijk heb je meer gevast dan ik vandaag. Ik heb maar 1 keer gevast de hele dag. En jij hebt 3 keer gevast in 1 dag. Dus dit is ook de Rasha, die heeft veel meer berouw. Elke dag heeft hij weer berouw. En weer berouw. De tzaddik die heeft maar 1 keer heeft hij afstand genomen van zijn slecht gedrag. En dan leidt hij een leven. En van goedheid, bij de Rasha'im Meleim Charatot, er is elke dag heeft hij weer berouw en heeft hij weer berouw.
Nou zeg je, dat is niet, dat zegt, dat is maar huichelarij, ja, dat is hypocrisie. Dat is, je zegt berouw te hebben, maar je hebt het niet echt. Nee, dat is niet zo. Dat is, als er geen berouw zal zijn, dat betekent dat het, ja, dat is net zoals iemand die geen pijn leidt. Als je chas v'shalom in iemands vinger zal snijden en hij zal geen pijn ervaren, wat zegt dat? Dat zegt dat numbness, ja, wat is het Nederlandse woord daarvoor? Ben ik even kwijt, maar dat is een levenloze orgaan. Het orgaan heeft geen leven. Als er levendigheid in dat orgaan zal zijn, dan moet het pijn veroorzaken. En hetzelfde is dus ook de rasha. Als er een rasha is die geen berouw kent, die geen berouw toont, dat is pas iemand waar het goedheid in hem helemaal niet manifest is. Iemand die wel berouw toont, betekent dat het goedheid is wel manifest, maar niet sterk genoeg. Niet sterk genoeg om hem te beheersen. Dus de gradatie van de infiltratie van het kwaad is zo ver dat het goede, de goede kant in hem kan af en toe piepen. Ja, het piept af en toe, maar niet hard genoeg om het kwade af te schrikken. Maar zolang het er nog is, dan kan je daaraan werken. Als het er niet meer is, dan is het, ja, zoals gezegd, er is geen mens waar geen goed in zit. Dus ook bij zo iemand zit er goed in, maar het is heel moeilijk, nog veel moeilijker, om de goedheid bij hem te activeren. Dus die huichelaars die af en toe de moeite nemen om naar shul te komen en daar hun hart te luchten naar HaKadosh Baruch Hu, ja, dat is een teken dat de neshama, ja, de goedheid in hun ziel, is nog actief. Ja? En dat ze ervaren een soort ongemak met hun gedrag. Anders zouden ze dit niet doen. Het feit dat het heel mogelijk is dat ze de volgende dag de pijn zijn vergeten, ja, doet niks af aan de authenticiteit en het gevoel van dat moment. Dus dat is, dus blijf vooral eerlijk met jezelf en eerlijk met je gevoel. En als je een gevoel hebt dat het niet lekker is, dan moet je daar op dat gevoel ook ingaan. En hopelijk zal dat gevoel sterk genoeg zijn om ook je gedrag te beïnvloeden. Ik herinner me als kind, mag ik dat vertellen? Ik woonde toen nog in Bussum. En ik herinner me als kind, ik moet een jaar of 5 of 6 geweest zijn. Het was nog heel rustig, aan het begin van de oorlog. En ik moest voor mijn moeder een boodschap doen. Ik kreeg wat geld mee. En ik geloof dat ik naar de school ik moest zoiets hebben. Nooit meer. En ik wist precies de weg. En onderweg kwam ik iets waar bloemetjes buiten stonden. En daar stond een bosje blauwe druiven voor een dubbeltje. En ik had nog een dubbeltje. Dus ik dacht, ik koop dat voor mijn moeder. Dat vindt ze vast leuk. En dus ik heb dat voor dat dubbeltje, wat waarschijnlijk toen veel meer geld was als nu een dubbeltje. Dus ik heb voor dat dubbeltje heb ik blauwe druifjes gekocht. En ik kwam heel enthousiast thuis met dat bosje bloemen. En mijn moeder was een zeer wijs mens. En ze zei, daar ben ik heel erg blij mee. Ik moet je alleen vertellen dat je nooit iets kan kopen voor het geld dat niet van jouzelf is. Dat vond ik erg knap, want ik zou
tegen mijn kleinkinderen nooit durven zeggen als dat overkomen was. En het kwam ook heel over dat ik niet gefrustreerd was of niet huilde of iets, maar ik begreep het heel goed. Ik heb het mijn hele leven goed. Ik vond het erg knap van me dat ze dat zo kon zeggen. Ja, oké. Goed. Het zijn dus dit levenslessen. Ook iemand bijbrengen wat, en, wat wel of niet goed is. Een levensles voor een dubbeltje. Ja. Dat is heel mooi. Een goede prijs. Ja hoor. Kan je nou niet meer nog een één bloemetje voor krijgen? Niks. Ja. Voor een dubbeltje. Ja, ik vond het erg knap. Ik vond het erg knap van dat.